Welkom bij onze sportuitzending van deze week. Terugkijken op en verder kijken naar de verrichtingen van Valken 68 en de Rijnvogels, heren en dames trouwens, in de nacompetitie. En met name over de Rijnvogels heren doen we dat vandaag met een speler die niet altijd in de schijnwerper staat. Hij zit hier naast me, Martijn Zwaan, de keeper. Radio, TV West, websites. We waren het er allemaal over eens. Man van de wedstrijd zaterdag in die nacompetitiewedstrijd van de Rijnvogels. Hoe heb je dat ervaren, al die aandacht? Al die aandacht. Gewoon één woord kippenvel. Echt waar. En dat kwam uit die wedstrijd zelf natuurlijk. Want ja. Je hebt ook zelf. Besef je ook tijdens die wedstrijd zelf dat je met iets bijzonders bezig bent? Dat was natuurlijk een kantelmoment eigenlijk dat Schaarsma de rode kaart krijgt. Toen stond je al goed te keepen, maar goed, dan krijg je daarna de credits van je hebt goed gekeept. Maar dat was echt het moment. Rode kaart Schaarsma en dan? Ja, toen de strafschop. En ik wist, het was nummer 9. Even kijken, ja, nummer 9. Nou, ik wist gewoon wat voor hoek hij zou schieten. Ja, en hij was niet heel sterk ingeschoten, maar je moet op het juiste plekje leggen. Ja, en ik had hem dus. En dat is dan echt een heel wezenlijk moment, hè? Want ja. Op dat moment sta je met 10 man, kom je met 2-1 achter. We zullen zo de uitslagen eventjes naar voren roepen. De uitslagen van alle nacompetitiewedstrijden. En we gaan natuurlijk verder praten met Martijn straks over die wedstrijd, over de nacompetitie. En over keeper Martijn Zwaan zelf. Nu nog FC Rijnvogels en straks, daar gaan we het natuurlijk straks ook over hebben. De uitslagen van het afgelopen weekend. Eigenlijk begon dat al op Hemelvaartsdag toen de dames van de Rijnvogels in Zwolle tegen Bikwik 28 moesten spelen. Ze verloren daar met 1-0. En straks zullen we, ja, we houden een beetje spannend, vertellen hoe dat zaterdag afliep. VVGZ tegen FC Rijnvogels krijgen we het straks natuurlijk nog volop over met Martijn. 1-1 is de uitslag. Valken 68 tegen Zuidland, ook na competitie. Rijnvogels speelt voor nacompetitie naar de hoofdklasse. Dames trouwens zowel als de heren. Valken naar de eerste klasse. En het won thuis op het Duifrak van Zuidland met 1-0. Die goal viel pas in de blessuretijd. En ik kan zeggen, ook daar was een keeper heel belangrijk. Erwin van der Nagel, ook al man van de wedstrijd, Martijn. Dus de keepers hebben het zaterdag wel goed gedaan. Ja. En als je dan met 1-0 wint, en bij jou gaan we het dan straks over het verhaal van het vervolg hebben. Valken won dus met 1-0 bij Zuidland en moet aanstaande zaterdag daar op bezoek. Doelpunt in de blessuretijd gemaakt overigens door Bastiaan de Mooi. Ooit ook FC Rijnvogels trouwens, maar dat is weer voor jouw tijd. De dames van Rijnvogels tenslotte, die mochten dus zaterdag weer aantreden na donderdag. Speelden een spectaculaire wedstrijd, helaas ook met wat blessures. Het duurde maar, maar het was vooral heel spannend. Want de Rijnvogels dames moesten dus een 1-0 achterstand goed maken. Dat lukte ze, ze kwamen met 2-1 voor. Het werd toch weer 2-2 door de Zwollenaren en uiteindelijk toch nog 3-2 voor de FC Rijnvogels dames. Daardoor moest er verlengd worden en helaas in de verlenging waren de Overijsselse dames het gelukkigst. Zij maakten de 3-3. Als ik me niet vergis, een ongelukkig doelpunt van de Rijnvogels zelf trouwens. Daarna nog enorme kansen voor de vrouwen van de Rijnvogels, maar ze blijven eerste klasser. Want die 3-3 met die 1-0 nederlaag in Zwolle betekent dat Rijnvogels is uitgeschakeld voor de nacompetitie. Goed, Martijn. Ja, zaterdag die wedstrijd, we hadden het er al eventjes over. In Zwijndrecht tegen een ploeg die een G in de naam heeft en gelukvogels. Ja, vonden jullie dat ze nog geluk hadden met die uitslag? Zij? Achteraf wel. Want we hadden denken, 3 grote mogelijkheden dat je op 4-1 voorsprong had kunnen staan. Ja, dat is bijzonder, nou, later, want je stond, wanneer kwam je met 10 man te staan? Tweede helft, ja. Ik weet alleen niet hoeveelste minuten nee, dat was. Nee, daar ben je als keeper niet mee bezig. Daar zijn wij als verslaggevers vaak wel mee bezig. Maar een flinke tijd met 10 man gestaan. Ja. En zelfs in die periode met 10 man, volgens mij, Miranda kan ik me herinneren van de televisie gezien te hebben, flinke kansen gehad om de overwinning nog binnen te slepen. Jullie spelen niet meer, hè, tegen dat VVGZ. Dat is, jullie spelen in een soort poolsysteem met nog een derde ploeg. VVGZ, Achilles Fijn, ja, wij dan. Poeltje van 3. Ja, ja. Dus waar Valken dus uit en thuis speelt en dan eventueel in de tweede ronde nog een keer uit en thuis speelt. Spelen jullie nu uit bij VVGZ. Komende zaterdag, gek genoeg, zijn jullie dus vrij. Dan speelt Achilles Veen tegen VVGZ. Klopt. Achilles Veen is overigens een ploeg die in de hoofdklasse heeft gespeeld afgelopen seizoen. En jullie zijn samen met VVGZ twee eerste klassers die voor promotie spelen. Zij spelen dus eigenlijk om degradatie te voorkomen. Ga je zaterdag nog kijken in Veen? Nee, blijf lekker een dagje thuis. Lekker een dagje vrij. Er zijn er ongetwijfeld wel die gaan kijken van technische staf en misschien ook wel spelers, heb je het gehoord? Ja, klopt. Technische staf, een paar spelers die gaan kijken. Ja. En dan een weekje later, want dan praten we dus over 2 juni. Dan pas hebben jullie de beslissende wedstrijd thuis
Op de Kooltuin, neem ik aan. Dat moet gaan gebeuren. Ja, tegen Achillesveen. Ja. En die wedstrijd, dat betekent, Achillesveen speelt natuurlijk nog tegen VVGZ zaterdag. Als Achillesveen wint, dan nog kunnen jullie volgens mij door een overwinning weer op 4 punten komen en over hun heen gaan. Maar dan moet je wel winnen, zeg maar, afhankelijk van de uitslag van Achillesveen. Ja, dat ligt eraan. De uitslag van deze zaterdag die eraan komt. Maar als ik goed reken, is een overwinning voor jullie op de Kooltuin straks altijd, betekent altijd dat je de pool wint. Ja. En de pool winnen betekent, dat is niet elk jaar zo, maar betekent in dit geval dit jaar ook dat je direct hoofdklasse bent. Ja, klopt. Ja. Nou, is dat voor jou een beetje dubbel of ben je daar helemaal niet mee bezig? Want je gaat Rijnvogels verlaten aan het eind van dit seizoen, dus binnenkort. Ja, het echt gevoel dubbel heb ik zelf niet, maar de mensen die het er wel over hebben, dan kan ik wel zeggen van het is wel een dubbel gevoel. Ja, want je neemt straks afscheid en stijl. Ja, en dan ga je volgend jaar naar een topklasse, naar Katwijk. Ja, dus voor jou wordt het eigenlijk alleen maar beter en je zou Rijnvogels graag achterlaten met een hoofdklasse. Ja, nou. Want dat leeft wel, denk ik, met de Rijnvogels. Ze hebben een paar jaar geleden op een dramatische manier misgelopen. Ja. En ze zitten natuurlijk wel een beetje te kijken naar voor hun de derby, hè? Ja. Ja, dat is het belangrijkste. Ja. Maar het zal ook, ik weet wel zeker, dat gaat gebeuren. Ja. Er waren ook penalties na afloop. Daar speelde jij ook nog een belangrijke rol in, want je pakte dus in de wedstrijd penalties. Ja. Waar waren die voor, die penalties na afloop? Voor het doelsaldo. Dus als het doelsaldo, zeg maar, van de gewone doelpunten in de wedstrijd niet toereikend zal blijken te zijn, omdat je dus 3 losse wedstrijden speelt tegen elkaar, allemaal 2 wedstrijden tegen elkaar speelt, zeg maar, kan er dus een situatie komen. Je moet je dus voorstellen dat alle wedstrijden gelijk eindigen, dat zou kunnen. Dan heb je straks allemaal 2 punten. En dan, als dan het doelsaldo ook gelijk is, dan zullen die penalties gaan tellen. Je kunt in theorie ook nog met z'n 3 op 3 doelpunten komen, heel ingewikkeld verhaal. Ja. Maar dat is een beetje een raar gevoel, maar je pakte er toch 2. Hè? Want ik heb Rijnsburgse Boys wel eens in een landskampioenschap, daar was jij misschien wel bij in Spakenburg, die penalties zien verschieten. Hij is al meer volgens Rijnsburgse Boys, kampioenscompetitie van de zaterdag hoofdklassers. En toen dachten ze bij Rijnsburg echt volgens mij van ja, waar dit nou nog belangrijk voor is, dat weet ik niet. Ja, later bleek het toch heel belangrijk geweest. Klopt, kijk maar nog wel heel erg. Ingewikkelde rekensommetjes, maar jij kon je blijkbaar goed genoeg motiveren. Of zat je zo lekker in die wedstrijd gewoon dat die 2 penalties pakken ook daaruit voortkomt? Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant weer niet. Want als de penalties worden genomen, dan gaat het bij mij in de knop om. Dan is een keeper echt een engeling, maar dan pak je wel. Je beseft ook wel als keeper dat de momenten zijn waarop je als keeper echt kunt onderscheiden. Ja, dat is gewoon een onbeschrijfelijk gevoel. Ja. Ik zag je zelfs na de wedstrijd in de lucht getild worden. Ik weet niet meer wie je deed. Maar... Samson, Jeffrey. Ja, dus ook je medespelers hadden wel het gevoel dat je een heel belangrijke rol had gespeeld. Ja. Het is een teamsport, hè? Maar soms spring je. Soms is de maker van het beslissende doelpunt. Soms is het de keeper die er dan, toch uit springt. Als we even teruggaan, hè? Want je hebt uiteindelijk maar 1 seizoen Rijnvogels achter de rug. Ja, klopt. Dus het eerste seizoen. Ja. Je kwam van Rijnsburgse Boys. Ja. Je was daar tweede. Derde keeper samen met Richard van Nieuwkoop achter Tim Orlovski. Toen die tijd wel, ja. Nog even gedacht toen Tim Orlovski dit jaar gepasseerd was van, ik had toch moeten blijven? Nee, daar heb ik niet echt bij nagedacht om daar zo over te denken. Nee. Dan kom je bij de Rijnvogels, bij een eerste klasse. Daar ga je volgens mij naartoe om te spelen, toch? Ja uiteraard. En dan zit je de eerste wedstrijden toch op de bank. Ja, dat bij mij behoorlijk diep gezeten. Maar uiteindelijk komt de kwaliteit naar boven. Ja. Uiteindelijk ben je na een wedstrijd of? 5 of 6 wedstrijden waren dat. Wel de vaste keeper geworden bij FC Rijnvogels. Ja. Dus het is ook soms een kwestie van volhouden en kijk maar waar je nu staat. Ja. Maar goed, je gaat Rijnvogels verlaten, want je hebt besloten om naar Katwijk te gaan. Een topklasse, net als Rijnsburgse Boys waar je vandaan kwam. Ja. Mag ik dat een bijzondere stap noemen? Ja, ik denk het wel. Als Rijnsburger? Of is dat niet hetgene waar wat zo bijzonder zou moeten zijn? Nou ja, als mensen daar zo over denken, en dan mogen ze dat zo denken. Maar nee, het is niet echt haat en haat bijvoorbeeld Rijnsburg-Katwijk. Nee, dat is de afgelopen weken wel gebleken ook een beetje. Ja. Maar daar staat inmiddels ook al een paar jaar een keeper in de goal, Atam Koroglu. Ja, die is daar inderdaad vast de eerste keeper. Hoe kijk jij tegen die situatie aan? Want dan in principe begin jij misschien wel als tweede keeper. Of zeg je nou, dat laat ik niet gebeuren? Ja,
Ik mezelf denk ik, ja, dat laat ik me niet gebeuren. Maar volgend jaar staat alles gewoon weer kiet. En haal ik gewoon alles eruit wat er in me zit. En dan, ja, dan zien we wel. Ben je alles bij Katwijk wezen kijken? Nee, nog niet. Je komt er ook niet echt aan toe om... Nee. Misschien dat ik zaterdag nog langs ga om bij de familiedag van Katwijk te gaan kijken. Als ik zeg, je komt er niet aan toe tot nu toe, dat komt ook omdat je elke zaterdag ook gewoon speelt. Aanstaande zaterdag dan niet, dus dan zijn inderdaad, speelt Katwijk niet. Nee. Of het moet nog een bijzondere wedstrijd zijn op het slot van de familiedagen trouwens. Ja. Goed, op zich ga je dus voor je kansen bij Katwijk. Ja. En het is wel topklasse, dus ja, er kan met een keeper altijd iets gebeuren. En je kan altijd je kansen wel krijgen en die ook pakken. Is het dan toch een beetje een lange neus naar de middelmos? Nee, absoluut niet. Nee. Nee, zo zit ik niet in elkaar. Zo zit jij niet in elkaar? Nee, absoluut niet. Nee. Je komt ze wel tegen, als het goed is, hè? Katwijk. Ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat ik dan speel. Dat je dan mag kiepen. Goed, even terug naar dit seizoen. Achillesveen, 2 juni. Dat wordt echt een finale. Ik begreep dat er zaterdag in Zwijndrecht al behoorlijk sprake was van sfeer. Ja. Supporters en mensen, neutrale toeschouwers komen er ook naartoe. Hoe kijk je daar zelf naartoe, naar 2 juni? Ja, wat u al zegt, het wordt één grote finale. Ja, er moet één winnaar uit de bus komen. Ja. Ik denk zelf dat het Rijnvogels wordt. Dus, Je gaat de club verlaten, dus je kan een beetje zeggen hoe het ervoor staat. Je hebt zelf Rijnsburg als hoofdklasse, later als topklasse meegemaakt. Ja. Is Rijnvogels toe aan de stap naar de hoofdklasse? Ja, absoluut. En dat zeg je op basis van spelersmateriaal, op basis van de club? Basis van de club, basis van de spelers, basis om van alles daar bij die club. Er komen ook goede spelers bij. Maar goed, dat hebben ze bij Rijnvogels altijd wel. Het is altijd de kunst om er een goed team van te maken. Ja. Want dat zal jouw zorg niet meer zijn. Dat team staat er in Katwijk in ieder geval wel. Ja. Goed, we hebben voor het komend weekend ongetwijfeld ook wedstrijden op het programma staan. Maar dat zijn er dan wel heel weinig. Want aanstaande zaterdag speelt eigenlijk alleen Valken 68 zijn tweede wedstrijd in Zuidland. De eerste was natuurlijk in Valkenburg 1-0. Aanstaande zaterdag dus spannend om 2:30 in Zuidland. Dat ligt zeg maar tussen Spijkenisse en Hellevoetsluis. Als je het ervoor over hebt om te gaan kijken, wordt vast heel spannend met die 1-0 voorsprong. En tegen een hele aardige ploeg hoor dat Zuidland. Want Valken mocht niet mopperen zaterdag met die 1-0 doelpunt dus van Bastiaan de Mooi. Pas een week later hebben we dus de wedstrijd van Rijnvogels tegen alles Achillesveen. Kunnen we rustig dus een finale noemen. En als Valken doorkomt aanstaande zaterdag, staat er op 2 juni ook alweer een uitwedstrijd op het programma tegen de winnaar van de tweestrijd tussen FC Breukelen en Strijen. Die ploegen hebben zaterdag 1-1 gespeeld. Ze spelen komende zaterdag natuurlijk ook weer. Hebben we nog wat nieuwsberichten voor u? Dat is Katwijker Piet van Duin. Ja, ik zeg Katwijker Piet van Duin, want zo zien we hem altijd nog wel. Hij woont al jaren in Rijnsburg trouwens. Maar die is vertrokken bij DSO. Degradatie uit de eerste klasse heeft hem zijn trainerspositie bij de Zoetermeerse club gekost. En zoals dat dan heet, zijn ze in goed overleg uit elkaar gegaan, ondanks een nog doorlopend contract. Geen tweede klasse DSO dus voor Piet van Duin. De overgang van Jan Groen van Katwijk naar Rijnvogels is van de baan. Jan Groen kan vanwege zijn nieuwe werk niet meer op niveau trainen en spelen en heeft daarom de toezegging aan Rijnvogels in moeten trekken. Ander nieuws van een Katwijk-speler, Mark Langeveld, het jonge talent, zoon van Pim, die mag zijn stage bij FC Twente, bij jong FC Twente, vervolgen. Dat is heel leuk. Afgelopen weekend kwam hij al een paar keer in actie, maar met invalbeurten. Aanstaande week willen ze hem toch nog een keer graag zien. En dat is denk ik een positief teken, maar dan in een hele wedstrijd. Mark Langeveld dus, ja, misschien gaan we hem missen op de velden van Katwijk. Maar laat die jongen maar lekker voor zijn kans gaan. Het is echt een talent. En voor de geïnteresseerden van de topklasse Spakenburg, ja, winnaar van die topklasse zaterdag, hè, ten koste van Rijnsburgse Boys en Katwijk, de nummers 2 en 3. Dat heeft in Groesbeek wel met 3-0 verloren van Achilles 29, de zondag topklasse kampioen. En SVZW uit Wierde, van Hans Kraaij junior, weet u wel, is definitief gedegradeerd. Harkemaarse Boys won het beslissingsduel zaterdag met 2-0. En mag via de nacompetitie het vegenlijf proberen te redden. Dus volgende week misschien nog wel Rijnsburg en Katwijk naar Harkema. Nog niet zeker, maar zeker niet meer naar Wierden. Volgende week hebben we geen uitzending, dan is het de tweede Pinksterdag. Over 2 weken, ik zei al, de meeste wedstrijden zijn er over 2 weken. De afloop voor Rijnvogels en Valken 68, indien zij nog in de race zijn. Wel volop radio ook de komende dagen, het komende weekend. Vrijdagavond en het hele Pinksterweekend aandacht voor de Roparun. Lopen voor het goede doel.
Op pagina 692 van Teletext kunt u alle uitzendtijden terugvinden. Ook op de website staat daar het een en ander aan informatie over. Zaterdag zenden we radio uit vanaf Sportpark de Krom, waar Katwijk zijn familiedagen afsluit. En we geven natuurlijk rechtstreeks verslag, rekent u dan maar op, van Zuidland tegen Valken 68. Actueel sportnieuws als altijd te vinden via rtvkatwijk.nl. Bedankt Martijn dat je er vanavond was en veel succes de komende weken en in de toekomst ook op de Krom bij Katwijk. Wij van televisie, dank je. Wij van televisie zien u graag weer over 14 dagen en bedankt voor het kijken.